Ik speel Ark. Oké, goed. Ja, ik speel dus Ark. En ik speel dus gewoon heel even rustig. Ineens zag ik in de verte een T-Rex lopen. En letterlijk, ik dacht van... Oh, wow, lekker. Want ik was eigenlijk wel gewoon op die vogel op Terranedon of zo gaan schieten. Toen zag ik een T-Rex. Ondertussen werd hij aangevallen door deze Tech Raptor. En dus die T-Rex. En ik heb hier gewoon een Tech Stegel. Gewoon allemaal in één lijn gewoon. Daar is mijn oude beest. Ik wou gaan verplaatsen vanaf mijn oude beest naar een nieuwe beest of zo. Maar ja, dus ja, ik was gewoon even... Ik wou het gewoon even delen. Oké, deze is nog niet bezig met temmen. Die is best wel ver met temmen, denk ik. Oh nee. 6.2 was dat. En dit... Oh, deze gaat wel lekker. Wat wil je eten? Wat wil jij? Ik ben moe. Oh, ik hoef nog heel veel niks. Oké. Ben je met iemand aan het bellen? Nee, ik ben YouTube-video aan het maken. Oké. Ja, ik ga dus heel even naar... Ja, naar al mijn spullen en zo. Ik heb eigenlijk grote dus van spullen in dieren en in mezelf zitten, maar... Maar ik ga gewoon heel veel naar Brontosaurus. Echt, maar dit wapen is gewoon niet normaal. Kijk even hoe het eruit ziet. Oh, moet heel veel laden. Ik zie het vast wel als die is geladen. Ja, kijk dit. Wow, perfect shot. Wow. Echt freaking cool. Ja, sorry, ik ben net dood gegaan hier. Ik wil hier gewoon wat raptors en zo temmen. Maar ja, toen dacht ik van, ja, ik ga misschien wel even hier verkennen. Want ja, op zich, als ik hier even boven op de berg een beest heb. Want kijk, eigenlijk wou ik naar bij, vanaf links, bij tussen 60 en 50, wou ik dus drie vakjes opzij. Dus ik wou richting daar. Maar ik was dus op deze plaats. Hier waren wat raptors en zo. Ik heb deze raptor getemd. Maar ik was oprecht wel even lekker bezig. Wie had alles feest? Ja, sorry. Ik doe de dieren namen geven. Even. Gewoon echte namen. Oh, maar die heet raptor. Oh ja, ik heb jou wel wat vlees gegeven. Hij eet natuurlijk geen vlees. Oké, ja, ik had net nog een bed hier op de Brunotto gezet. Kijk maar over naar mijn loadout. Best wel lekker. Oké, rennen naar de T-Rex. Rennen naar de T-Rex. Oh, hier kan ik wel naar beneden. Het is dat we zo meteen ineens een naam zien. Van die raptor. Raptoran. Nee, dat is wel een goede naam, Raptoran. Of Tektoran. Ja, Tektoran. Dat is oprecht wel goed. Wist het, Tech Raptor, hij staat er. Daar ben ik ook al geweest. Even één botten. Eerst een AG en nu een BMW. Oké, ik ben de naam al vergeten. Options. Tech. Hopelijk is het een jongen. Goed te doen met een meisje. Dit is sowieso een meisje. Ja, kan niet anders. Want ik weet ervan, als T-Rex groot zijn. Tenminste, ik ga even lekker wat leer krijgen. Verdomme. Zitten er muggen? Lekker, Tech Raptor.
Foei. Zo, ik weet niet wat er allemaal gebeurt. Weet ik veel wat voor voedsel jij nodig hebt. Wel lekker dat jou die beest killt. Maar goed, niets meer deze gasten killen. Anders schiet ik je oprecht dood. Ja, goed. Lekker, zit in. Doe maar dat deze even lekker snel kan rennen. Ik heb 3 vrouwen hier getemd, dat vind ik wel leuk. Heeft ook weer even wat eten, toch? Heeft de gast nog genoeg eten? Volgens mij wel, toch? Oh nee. Zeker niet genoeg. Kijk, nu heb je als het ook van het wol. Wat? Kan je het echt niet wekken? Oké, en wat staat daar? Ready lamsvlees, hè? Oh, rauw lamsvlees. What the fuck, game? Oh, dit ziet er heftig uit. Zorg dat het goed met jou komt. Zorg dat het goed met je komt. Heeft die narco best nodig? Nee. Heb ik die? Nee. Ja, ik heb gewoon rood en zwart. Fuck, ik ben gewond. Kan ik een bed maken? Wat heb ik nog nodig? Hout, riet en vezel. Ja, kut. Oh, ik ga dit boomtje hakken. Oh, het zijn er 2. De ene hak ik dan met pickaxe. Volgens mij heb ik er 2 meer nodig, maar dat red ik wel met het... Wacht, en... Vezel. Weet je dat ik gewoon een slaapzak ook kan maken? Oh. Ja, rip. Ik boeit me niet als er 10 miljoen bedden over de map staan. Kunnen andere mensen trouwens aan je bed slopen? Ja, hakken, maar anders toch niet? Nog meer vezel. Vezel. Ja, oké, ik sterf elke seconde. Sterf! Ja. Uit op 3, 2, 1 en 0. Oh. 3, 2, 1 en de laatste is 0. Oh. 0, 0, 3, 2, ja precies. Gewoon even rustig tussen 2 bosjes gewoon heel van... Wat ben je helemaal klootje? Dat is wel je tandje. Dat is wel je tandje. Zo, wat ook hè. Sorry. Het is wel vroeg in de ochtend. Het is nu 9:45 ochtends. Ik snap trouwens niet hoe ik deze binnen heb gekregen. Kijk even. Alles zit hier dicht. Deze is gewoon naar binnen geklitst. Nou, dan heb ik een parasol. In mijn dingen staan. Oké, laat ik deze trouwens gelijk een beetje meelopen. Oh nee, wacht, laat maar. Dat doe ik zo meteen.
Kijk wat met de vork gedaan. Floor, ik zet jouw beker. Ik heb het hier weer. Okay. Ligt hier nog een dode vogel? Papa, oh, nee. Ik had hier ergens een vogel in geschoten. Die kan je ineens op beeld zien liggen. Zo hiervoor. Fuck. Goed, maar ik weet wel waar ik lig. Dat is een beetje dom. Want ik ook kijk. Fuck. Nou, op zich vanaf hier kan ik er best wel in lopen. Trouwens, gelukkig toen dus van een beest heb ik gewoon meegenomen en zo. Dus sorry, dat is een beetje kleine, stomme beestjes. Ik heb vooral spullen achtergelaten voor als ik ooit bijvoorbeeld deze server openbaar zou maken of zo. Dan tot mensen als hier spannen, tot je gewoon bezig kan gaan met deze beest. Maar dan ga ik ook een ARK-serie maken, dus... Ja, zie je, ik heb gelukkig net gewoon gesloopt. Like, als je gewoon met Fortnite, weet je wel, met de glider neerkomt en je springt gelijk, als je dat de hele tijd achter elkaar doet. Oeh, ik zit ook echt over. Als je dat de hele tijd achter elkaar doet, be like. Moet jullie wel even editen eigenlijk. Gewoon van dat je met Fortnite met de glider neerkomt en dan... Zo, lekker bezig. Ja, kijk, daar is mijn beest al. Pelagornis, sorry. Klonk zo heftig, gewoon een soort van vorm. Pelagornis! Pelagornis. What the fuck? Goed, als ik weer vol uithouding vermogen ben... Oh, wacht, ben ik al. Ik heb wel eens gehad dat ik veel sneller ron, hoor. Dan ron je echt een rondje om de vulkaan in de 50 seconden had ik wel eens gehad. Dus het was echt leuk. Dat heb ik met Floor zoiets gedaan. Toen wist hij het nog niet, was hij één keer even vroeger bij me komen spelen. En toen bleek ik gewoon van, Floor zoiets. Ja, zo ging het zo'n beetje. Floor zoiets lag is luister. Nou, Floor zoiets is één mogelijk. Het is 5:10. Gekke emo. Ik zie mijn lichaam wel liggen. Ik spawn trouwens ook bijna bezig in het kleinste hoedje van allemaal. Die is bijna... Oh, deze is ook wel bijna. Ga maar zo van het zoveel sneller maken. Oké, wat ga ik eigenlijk allemaal leren? Ik heb echt veel te leren. Dus... Oké, sowieso voor mijn nieuwe base staan de fakkels. Ja, ik had eigenlijk niet zo heel veel geleerd. Petsisado. Armor hoeft niet. Ah, houten vlots. Denk. Nee. Grote opbergkist. Oh mijn god, die had ik niet eens. Oh, raptorzadel. Hier staat die. Die had ik wel even lekker nodig. Je hebt bovenste schakelaar, maar waar is de onderste? Een dino team. Dat is misschien wel handig voor me. Ah. Taxidermie basis, die heb ik nodig. Ja, ik heb deze ding daar, die ik zelf heb nu, die heb ik gevonden in een beest. Dus daarom heb ik het niet gecheat ofzo.
Ik doe deze wel. Is er nog wat iets wat wel handig is? Nee, ja, eventueel een vlot, maar dan kan je net zo goed een kano nemen. Vlot is gewoon letterlijk een grotere versie daarvan voor beesten ook erop. Wat ga ik kiezen? Godverdomme moeilijke keuze. Ik denk dat ik gewoon zo doorga. Dat ik gewoon even niks doe. Oh, lekker. Stegotavius. Taart. Nee, wat ik trouwens heel te schrijf. Stegotavius. Wat de fuck is dat voor naam? Dank u. Godverdomme. Is het goed dat ik al een T-Rex heb getemd, terwijl ik, trouwens, voordat jullie denken, hoe kom je eigenlijk aan zo'n goede wapens? Nou, mijn levels waren gereset, dat was koude kut. Ik steek gewoon Takvius, de Raptor, Tech Reactor. Ik moest een Tech Reactor schrijven. Godverdomme, rawr. Doe je raar dingetje dan. Oké. Goed. This is normally not good. Nee. Normally you're a fucking bitch. So shut up. Nee. Bek dicht. Blijf. Blijf. Godverdomme. Ik wil zo graag een keer schieten, maar... Ik heb namelijk spraak ingevoerd. Nee, hij heeft niet genoeg HP. Eén keer schieten doet hoeveel damage? Oké, dat redt hij aangekomen. Ga er eens achteraan? Oké, nee. Dik geheimbot. Jongens, kom met mij mee. Godverdomme, blijf. Ja, oké, wacht. Jullie kunnen anders niet. Jullie komen sowieso hoe dan ook. Ja, verkeerde kant, jongens. We moesten toch hierheen. Het is zo hard te pesten. Waar ligt hier mijn lichaam? Oh, die is van mij. Oh, jongens. Kijk, die raptor, die doet wel even rustig aan. Rustig aan. En maar eerlijk, hier is wel een beetje goede beter. Maar niet, is niet recht. Dus dan moet je een heel moeilijke beest gaan maken. We hebben een groot vlak stuk nodig. Lekker eten met z'n allen maar op. Kijk, hier is wat gevlees. Jongens, hier kunnen we weer wel heen, hè? Was dat een verkeerde stegosaurus? Of, ja, ik denk het. Oké. Rip in de comments. Rip voor stegosaurus. Ja, mag je mij lekker volgen? Jullie allemaal mogen mij lekker volgen. Jij ook. Is er nog iemand? Nee, er is niemand meer op de grond. Oké, jongens. We gaan. Oké, dit was een mooie plek. We hebben een T-Rex achter ons aan lopen maken. Het is
misschien moeten we ook even vogel regelen. Nee. Nee. Oh ja, trouwens, ik kan Paul er later uitkrijgen met een argentavis als ik die kan vinden. Oké, jongens, even stilstaan. Rawr. Sorry. Als ik nu één keer sla, denk ik dat ik heel veel mensen doodmaak. Waarom staat Tinus daar? What the fuck? Ja, Tinus is weer een klein kudding. Nee, ik vind ze wel schattig, maar het zijn rare dingen. Is het heel goed tafel of zo? Hier echt niet. Blijkbaar. Ja, raar, maar misschien moeten we toch een beetje gaan kijken. Nou, die is er vast. Niet meer. Nog steeds drip in de comments, jongens. Maar het was een meisje, dus boeien me niet. Nee. Als het hier vlak is, hè, voor echt een groot deel. Oké, daar rent al een hert weg. Je ziet dit op zich afkomen. Ja, dat snap ik het. Oké, staat die ding? Oké, rustig dinosaurus. De T-Rex deed een beetje sussie bakka. En blijkbaar waren ze heel goede vrienden. Kijk, nu is hij niet sussie. Oké, ik zit ook wel weer met praten. Hé, hey, nog twee brontosaurussen. Of zijn het Diplodocus? Het beest wordt helemaal gekild. Lekker. Jongens, rustig. Niemand mag dood. Kijk, ik hou hem op. Ik zeg echt niks meer. Ik ga niet meer. Dat is clone movies, bitch. Clone movies. Vind ik een doodloze soort. Kijken jullie naar Glow Movies vast wel. Hey, Glow Movies gaan even lekker met de abonnees. Godverdomme. That's a little bit sus, bro. That's a little bit of sus. Sassy bakka. Oké. We hebben meerdere kansen. Oké, ik ga het niet wagen. Ik ben bang dat ik met T-Rex en zo kwijt ben. Ja, weet het, ik begon eerst bij Easy. Maar ik wil nu eigenlijk naar ergens waar het wel hard is. Godverdomme, ontwaak dan. Oké. Ik ben irritant tegen als T-Rex. Oké, sorry, ik was heel even stil. Wat is er met de grond? Ja, achter zit trouwens wel een beetje grotere bezem. Zo moet ik twee bedden op mijn brontosaurus zetten. Slimmer. Hoi, Galimimus. Ik wil die bezem trouwens zo graag, maar ik heb nu geen wapens bij me. En ik ga niet terug. 7 over 10. Oké, wel. Elke breuk is een kut filmpje.
Ik kijk niet naar dansjes trouwens, jongens. Serieus. Dansjes op TikTok zijn zo zom. Ik koop ze eventueel in Fortnite, maar... Dat is vooral omdat ze de iconic dansjes stem hebben. Wat de fuck doe jij daar? Wat is mijn lichaam? Raptor, jij moet wel even mee, Jan. Oké, ik snap niet hoe hij hierop kwam. Oké. Oeps. Godverdomme. Vriendjes. Help me. Maar godverdomme, hoe kan ik nu weer weten waar alles willen zijn? Wachten tot dat die weer terug is. Over een minuut. Zo. Letterlijk, kijk waar ik was. Dat lijkt echt heel dichtbij hoor. Maar hoe zag ik die dingen die... Weet het dat jullie ze zagen? Oké, jongens, ik ga weer verder. Ik wil eigenlijk alleen die T-Rex zo laten zien. Dus ja, tot, ja, niet tot zo. Ik ga hier niet per se een serie van maken. Maar dan moeten jullie het in de reacties zeggen als ik hier een serie van moet maken. Doei!